Ik wilde met jullie een verhaal lezen over de geboorte van Isaac en de wegsturing van Abrahams oudste zoon Ismaël en wat daar omheen verder speelt. Het onderwerp is zieke kinderen. Dat zullen jullie een beetje vreemd vinden, want ja, zijn die kinderen ziek? Nou, straks zal blijken dat de rabbijnen zeggen, ja, Ismaël was ziek op het moment dat hij weggestuurd werd. We gaan lezen. Genesis 21, vers 5. Abraham ben Measana, en Abraham was 100 jaar, be Hivalet lo et Yitzchak beno, toen aan hem geboren werd Isaac, zijn zoon. Niet de zoon van Abimelech, waar het vorige hoofdstuk sprake van was, maar de schrijver zegt, het was echt de zoon van Abraham, en wel zijn tweede zoon, want Ismaël, die was er al, de zoon van Hagar. Vers 6. Watome Sarah zei, Tzchok asa li Elohim, God heeft mij laten lachen. Kol hashomea yitzchakli, ieder die ervan hoort, zal voor mij lachen, met mij lachen, zal ook meelachen. Watomer, mi milele Abraham, en ze zei, wie zou ooit een Abraham hebben kunnen vertellen, kunnen opperen, he nikali vanim Sarah, Sarah die zoogt, zonen. Meervoud is een beetje apart. Ki yaladti veen lis kunav, want ik heb een gebaard, een zoon, voor zijn ouderdom. Ze heeft het niet over haar ouderdom, maar over zijn ouderdom. Wajikdal, vers 8. Wajikdal ha-jelet, wajigamal. En het kind werd groot en het werd gespeend. Een beetje ouderwetse woord, maar het betekent van de borst afgehaald. Op de leeftijd van 3 tot 4 jaar. Hij ging van de borstvoeding af en hij kreeg dus ander voedsel. Wajaas Abraham, mishte gadol, en Abraham bereidde een grote maaltijd, een feestmaal, bejom ha hi gameel et Yitzchak, op de dag dat Isaac gespeend werd, van de borst afging. Vers 9. Watera Sarah et ben Hagar ha mitzrit, asher yaladale Abraham me Tzacheek. En Sarah zag de zoon van Hagar, de slavin, de Egyptische, die zij aan Abraham gebaard had. En dan komt het woord Mutzacheek. Spotten, spottend lachen. Nou, daar kom ik straks wel op terug wat dat dan zou kunnen zijn. Wat die Ismaël, die puber, op dat moment aan het doen was. Vers 10. Watomele Abraham, garesh ha'ama hazot ve'et bena. En ze zei tot Abraham, drijf uit, drijf weg, de werkster, ha'ama, slavin, deze en haar zoon. Er wordt niet de naam Ismaël genoemd, maar ze wordt alleen maar met zoon genoemd. En Hagar wordt ook niet met de namen genoemd door Sarah, maar alleen als slavin. En dan gaan we naar de volgende dia. Ki lo yirash ben ha'ama hazot, want niet zal de zoon van deze slavin erven, im beni im Yitzchak, met mijn zoon, met Isaac, die wordt wel met zijn naam genoemd, want die telt voor haar. Vayera hadavar me'od be'ene Abraham. En dat was slecht, deze zaak. Zeer slecht zelfs in de ogen van Abraham. Al odot beno, vanwege zijn zoon. Welke zoon? Dat staat er niet. Ismaël? Vond hij het zielig voor Ismaël dat hij weggestuurd moest worden? Of was het ook vanwege Isaac? Vers 12. Vayomer Elohim el Abraham, al je rabe enega al hana naar
Baal Amatega. En God zei tot Abraham, laat het niet slecht zijn in je ogen vanwege de knaap en vanwege jouw slavin. Kol asher tomar elega Sara, shema bekola. Alles dat Sara tot je zegt, hoor naar haar stem, shema bekola. Je moet luisteren naar wat zij voorstelt. Ki v'yitzchak, want in Isaac yikare lecha Sara. In Isaac, daar wordt jouw naam uitgeroepen. Dat wordt de belangrijke persoon voor jou, voor je nakomelingschap. 13. Bekam et ben ha'ama legoi asimenu. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een groot volk stellen maken. Ki zarachahu, want hij is zaad van jou. Het is jouw zaad, jouw nakomeling. 14. Vayeskem Avraham baboker, en Abraham stond 's morgens vroeg op. Vayikach lechem we gemat mayim. Vayiten et Hagar sam al shichma ve al hayelet vaye shalecheha. Dus Abraham stond 's morgens vroeg op en hij nam een brood of voedsel en een kruik water en hij gaf het aan Hagar, hij legde op haar schouder en haar kind. En de rabbijnen zeggen, dus blijkbaar ook het kind op haar schouder. En dan komen we terug op het zieke kind, want de rabbijnen zeggen ook, Ismaël was ziek, hij moest door zijn moeder gedragen worden. Vayeshalecheha, en hij zond haar, vateleg, en ze ging. Wa teta be midbar, en ze dwaalde in de woestijn. En dan gaan we naar de volgende dia. Be'er Shava, de woestijn van Berseba. De woestijn van Juda, het zuidelijk gedeelte van Juda. Daar dwaalde ze rond. Vers 15. Wa yichlu hamayim min hagema. En het water uit de kruik raakte op. Wa tashleeg et hayelet. En ze wierp het kind. Tachat achad ha sigim. Onder een van de struiken. Niet ze legde hem neer, maar ze wierp hem. Ze wierp hem van zich af, lijkt het wel. De rabbijnen doen heel negatief hierover. Dat zou een Joodse moeder nooit gedaan hebben. Maar ze was een Egyptische. Vers 16. Watelig, watechefla, mi neget, en ze ging, zitten voor zichzelf, van een afstand, tegenover. Hargeek, kim tagawe, keshet, zover als een boogschieter kan schieten. Ki amra, want ze dacht of ze zei, al er e be mot hayalet, ik kan de dood van mijn kind niet aanzien. Van het kind. Watechef mineget, en ze ging zitten tegenover. Watisa et kola watevk, en ze verhief haar stem en ze weende. Vers 17. Vayishma Elohim et kol ha naar, en God hoorde de stem, je zou denken van Hagar, nee, de stem van de jongen, de knaap. Vayikra malach Elohim el Hagar min hashamayim. En de bode van God riep tot Hagar uit de hemel, vayomer la, malach Hagar, wat is er met jou, Hagar? Zij wordt wel met de naam aangeroepen door die engel. Al tir'i, wees niet bang, vrees niet, ki shama Elohim, want God heeft al gehoord. En dan gaan we naar de volgende dia.
El kol ha-na'ar ba'asher husham. De stem van de knaap waar die is. Mooi is, de jongen ligt daar in zwijm, die zegt niets. En God heeft toch zijn stem gehoord. Vers 18. Kumi, zei et hanaar, sta op en neem de knaap. We hagaziki et yadeigbo en grijp hem bij zijn hand. Ki le goy gadol asimenu, want ik zal hem tot een groot volk maken. Hij zal niet omkomen, ook al lijkt hij hier van dorst om te komen. Vers 19. Vayivkach Elohim et eneha. En God opende haar ogen. Watere be'eermaim. En ze zag een waterput. Watelech watemerle et ha gemat maim. En ze ging erheen. En ze vulde die kruik water met water. Watashk et hanaar, en ze gaf de jongen te drinken. Vers 20. Vayihi Elohim et hanaar vayigdal. En God was met de knaap en hij werd groot. Vayeshev bamidbar, en hij woonde in de woestijn. Vayihi rove kashat, en hij werd boogschutter. Vayeshev bamidbar paran, en hij woonde, ging wonen in de woestijn Paran, wat die kachlo imo isha me eret Mitzrayim. En zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte, ook een Egyptische vrouw. Er zijn wat opmerkelijke dingen in dit verhaal, ik heb enkele al aangestipt. Abraham was 100 jaar, Sara was 90 jaar, dus zeer oude mensen. En het aardige is natuurlijk dat zij zegt, hij is oud, maar een man van 100 jaar zou best nog potent kunnen zijn. En dat zie je hier ook. En Abraham, als hij later een nieuwe vrouw krijgt, als Sara overleden is, dan verwekt hij nog een heleboel kinderen. En dus hij is potent genoeg. En zij is vanwege haar leeftijd niet in staat om zwanger te worden. Maar zij wijst op de ouderdom van haar man. En het lachen is al gezegd, haar zoon zal lachertje genoemd worden. En hier zegt ze ook, God heeft me doen lachen. Er wordt van Abraham gezegd, hij lachte en hij zei in zijn hart. En daar berispt God hem niet om. En Sara, die lacht in haar binnenste. En dan, terwijl ze dat niet kunnen horen, zegt God, die op bezoek is als engelen bij Abraham, waarom lacht Sara? En dan zegt ze ook, ik heb niet gelachen, maar het is wel, want lachen in haar binnenste is haar baarmoeder, en daar komt dat lachertje uit. Dus er wordt heel gespeeld met het woord lachen. Lachen is een hier van vreugde, verrassing. En dan in vers 7, zij zegt, ja, ik heb zonen gezoogd. Is er ooit sprake geweest van een eerder kind wat overleden is? Want er staat ook, Sara werd onvruchtbaar in het begin als ze wegtrekken met Terach uit Ur. Nou, dat is in het duister gebleven. Het gaat nu om die ene zoon die leeft. Het kind werd groot, dus de eerste paar jaar wordt gewoon overgeslagen. En dan wordt hij van de borst afgenomen, dan is die eerste stap naar de volwassenheid toe, in vers 8. En er wordt een groot feest gevierd. En dan gaat die halfzoon van hem, die gaat iets doen. En dat heeft ook met lachen te maken, maar een aparte vorm van lachen. En het is misschien belachelijk maken. Op andere plaatsen heeft het eigenlijk altijd met seksualiteit te maken. Dus het is, kan ook zijn dat Ismaël toch wel iets heel integreert. Misschien stond hij daar aan zijn geslachtsdeel te laten zien. Het is heel onduidelijk wat hier gebeurt. Maar het is in elk geval iets waar Sara verschrikkelijk kwaad om wordt. En waarschijnlijk ook bezorgd.
En waarom bezorgd? Ik denk dat het te maken heeft met broers, twee broers, een oudste en een jongste. En wat gebeurt er tussen broers? Het eerste verhaal over twee broers, een oudere en een jongere, is van Kaïn en Abel. En wat gebeurt er? Kaïn slaat zijn broer dood. En dat is wat Sara hier heeft, als ze dus die Ismaël ziet spottend lachen of iets seksueels doen. Of, dat ze denkt, hij is zoveel ouder, hij is een puber. En mijn lieve kleine zoontje is een klein opdondertje en die gaat er helemaal onderdoor. En zelfs kan het zijn dat die Ismaël hem straks naar het leven staat. We zien het nog weer later terug bij Esau en Jacob. Ook Esau die wil Jacob doden. Oudere broer, de jongste. We zien het bij Jozef. Jozef, die ook door zijn oudste broers in de put gegooid wordt, met de bedoeling dat hij om zal komen. In het hele boek Genesis is er steeds, de oudste broer is een bedreiging voor de jongere. En dat ziet Sara hier ook. En dat is ook de reden dat in vers 10 gelijk zegt, wegsturen dat mens. En dan gebruikt ze niet het woord shifga, die slavin of bedienster, maar de werkster. Het is een wat denigrerend woord. Ze was hier alleen maar een werkster, niet je bijvrouw. Nee, wegsturen dat mens. En die zoon mag niet erven met mijn zoon, met Isaac, zegt ze erachteraan. En dat is in flagrante strijd met wat er in de Torah geschreven staat. De oudste zoon erft zeker mee, misschien zelfs het grootste deel, maar hij heeft de grootste verantwoordelijkheid. Hij neemt in elk geval een deel van de erfenis over en ook de verantwoordelijkheid. Maar Sara wil dat niet. En de reden zal zijn dat zij denkt dat haar zoon Isaac er onderdoor gaat. En hij mag dus. Die oudste zoon mag niet mee erven. En dat is onrecht. En in het volgende vers, vers 11, komt het ook heel duidelijk naar voren. Want het was heel onrecht, heel kwaad in de ogen van Abraham. En er staat vanwege zijn zoon. Vanwege Isaac, maar zeker vanwege Ismaël. Want Ismaël had recht op het oudste zoonsdeel. En dit was volkomen in strijd met de wet van God. Dus als het aan Abraham gelegen had, was Sara's plan niet doorgegaan om de jongen weg te sturen. Dan had hij hem gehouden. En misschien dat Abraham ook wel het idee had, dan kan Isaac ook nog wat leren van die jongen. Want Ismaël was een heel ondernemende jongen. Maar dan komt God tussen beiden en God kiest de kant van Sara. God kiest dus tegen zijn eigen wet in. God zegt tot Abraham in vers 12, daar moet je niet kwaad over zijn. Je moet naar Sara luisteren. Want in Isaac, daar wordt jouw nageslacht, die krijgt haar naam door. Ismaël zal ook gezegend worden, maar Isaac is de man waar ik mijn verbond mee verder sluit. Dan zie je dat God dus eigenlijk de kant van de onrechtvaardigheid kiest. En waarom? Ja, mijn interpretatie is omdat het leven voor de wet gaat. Elke wet kan overtreden worden als het om het leven gaat. Op Shabbat mag je bepaalde dingen niet doen, maar als het gaat om het leven, mag je alles doen, mag je elke wet overtreden. En hier overtreedt God zijn eigen wet, want die ziet ook in dat Isaac anders eronder doorgaat. En dat moet tot elke prijs voorkomen worden. Dan gaat het verhaal verder met, dan stuurt Abraham hem weg, want hij kan niet tegen Sara en God samen op. Dus dan neemt hij een brood, zak water en het kind legt hij allemaal op de schouder van Hagar. Een absurde situatie. Abraham, die zoveel bezit had, kamelen, ezels, ezelinnen en allemaal vee, enorm bezit. En wat geeft hij haar mee? Een stuk brood en een zak water. En het belangrijkste wat ontbreekt is een rijdier. Vrouwen reden vaak op ezels of een ezelin, maar hij stuurt niet eens een pak ezeltje mee. Laat staan een ezel voor Hagar om op te zitten met het kind. Maar ook die pakezel niet.
alles moet Hagar zelf dragen. En is dat in overeenstemming met wat wij weten over het karakter van Abraham? Hij was zo vrijgevig, attent voor iedereen. En tegenover Hagar zo pover behandelen, zo wegsturen, vrijwel zonder iets. Er wordt door de rabbijnen ook gezocht naar een verklaring. En dan zeggen ze, ja, maar hij kon ook niet te veel meegeven. Want ze, voordat hij goud en zilver meegegeven had, voor onderweg dat ze dingen konden kopen, dan konden ze beroofd worden en dat was gevaarlijk. Nou, dat is natuurlijk een smoes, want een ezeltje had je best mee kunnen geven. Maar dat, zelfs dat doet hij niet. En ik heb dan de oplossing daarvoor, denk ik, Abraham, die bedenkt, ik kan niet tegen God en Sarah op. Zij hebben besloten, het kind moet weg. Maar ik vind het onrecht, het is ook onrecht. En wat ik dan doe is, ik stuur ze weg met zo weinig proviant, dat ze, als ze een uurtje onderweg zijn, dan is het op. En dan hebben ze het gevoel van, ja, wat doen we hier? We gaan gewoon terug. En dan komen ze terug en dan zal Abraham bij God pleiten ervoor dat ze terug mogen blijven. Dus hij geeft ze zo weinig mee dat ze niet eens ver kunnen komen en dat ze dus wel terug moeten komen. Dus ik denk dat Abraham op een hele handige manier probeert toch zijn zin te krijgen. Wat hij niet openlijk kan zeggen, maar op een slinkse manier. Heel geraffineerd. Maar zijn plan gaat niet door. In vers 15, het water uit de zak raakte op. De moeder werpt het kind van zich af. En dan gaat ze op een afstand zitten huilen. Ze heeft zoveel medelijden met zichzelf, want ze kan het sterven van het kind niet zien. En dan hoort God de stem van die jongen. De jongen die niets meer zegt, die uitgedroogd is, die niet eens kan huilen. Maar hij hoort niet dat Sarah, maar hij hoort de stem van een kind wat niets meer kan zeggen. En dan wordt Hagar gevraagd om de jongen te pakken en haar ogen gaan open. En dan geeft ze het kind te drinken en dan is God met de jongen en dan gaat ze dus naar Egypte toe. En daar kan hij zich verder ontwikkelen. Dus Abraham's plan is niet doorgegaan. God weet beter wat er voor Isaac goed is dan Abraham. Menselijk gezien had Abraham helemaal gelijk, maar God doorziet de dingen. En het aardige is dat Sarah als moeder, heel egoïstisch, ook de dingen beter doorziet dan die rechtvaardige Abraham. Goed, hier wil ik het bij laten.